Style Dr. Tiani smijt zich elke week op jouw fashion dilemma's. Hallo, ik ben Edward, ik ben 22 jaar en ik studeer burgeringenieur in Gent. Ik heb een vraag voor de Style Doctor. Hoe geraak ik over de pornofase van mijn snor en ik wil er ook niet als een politieagent uitzien? Facial hair is niet alleen sexy, het is ook heel stoer en heel erg mannelijk. Dus wat mij betreft echt wel een aanrader. Nu, als je bijna geen haargroei hebt, dan moet je het skippen. Want van dat donzige pluis rond die lippen, dat is echt not done. Hoe voorkom je nu dat je in zo'n pornofase zit? Wel, dan stel ik voor dat je in feite gaat voor een baard. Laat je baard groeien, zorg ervoor dat je genoeg haar hebt. En dan kan je het allemaal bijtrimmen tot een goede, volle snor. Wat je zeker moet vermijden zijn zo van die Hitler-snorretjes, van die Zorro-snorretjes. En stay out of the sleazy, cheesy, Craig David-toestanden, want echt, stay out of there. En ja, kortom, de boodschap, een toffe, volle snor is niet alleen sexy, stoer, maar ook wel heel erg mannelijk. Doei.